There's a girl, but I let her get away. It's all my fault, 'cause pride got in the way. And I'd be lying if I said I was okay about that girl, the one I let get away. We staan hier in het Ravelijn en daar begint straks een workshop koken voor jonge mantelzorgers. Dat wordt gedaan voor mantelzorgers uit drie gemeentes, uit Steenbergen, Bergen-op-Zoom en Woensdrecht. Uit Steenbergen is hier wethouder Koos Krook aanwezig. Ja, heeft de gemeente hier iets mee te maken? Heeft hij het initiatief gestart of komt dit helemaal van de organisatie zelf? Dit komt helemaal uit de organisatie zelf. En wij zijn volgens uitgenodigd door organisaties om hier aanwezig te zijn. Daar zijn we heel graag. Ja. Dus wij koken vandaag ook gewoon mee. Ik kook gewoon mee. Oh, dat is hartstikke leuk. Eventjes een zijstapje. U bent nou een paar maanden wethouder in Steenbergen. Bevalt dat? Uitstekend. Ja? Ja. En vooral ook dit soort dingen maken het werk. Oké, ja. Maar dat is toch een iets extra belasting. Nee, vind ik niet. Nee, we zijn er voor de hele bevolking. En een jonge man is gewoon een groep die gewoon heel veel problemen kent. Ja. En ik vind dat ze nu en dan ook zij gewoon in het zonnetje mogen worden gezet. En ontspanning mogen hebben op het moment dat ze dat nodig hebben. En nu is daar ook zo'n moment voor. Ik ken heel veel mantelzorgsystemen waarbij kinderen gewoon opgroeien in een gezin. Of een ouder met psychiatrische problematiek of met lichamelijke klachten. Waar ouders gewoon kinderen gewoon hun ding doen. Ja. Zonder dat ze bewust zijn dat ze ook een mantelzorger zijn. En heel vaak ook overbelast of belast. Zijn. Ja. En daar hebben we toch wel oog voor als gemeente. Oké. Ik ga even over naar de wethouder uit Bergen-op-Zoom. Er zijn hier ook kinderen uit Bergen-op-Zoom, heb ik begrepen. Ja. Dus het speelt daar ook. Heeft de gemeente daar ook initiatieven ontplooit? Ja, we vormen met elkaar op de Brabantse Wal een netwerkorganisatie. Gisteren is daar min of meer een kick-off voor geweest. Dus verschillende organisaties die samenwerken aan het vinden van jongeren en het begeleiden van jongeren. En net zoals dit soort momenten. Ook leuke momenten bieden aan jongeren die in de mantelzorgsituatie zitten. Dus voor een deel is het natuurlijk iets leren. Echt leren koken, hoe je dat moet doen en hoe je het moet voorbereiden. Maar anderzijds is het een stukje ontspanning voor die kinderen. Ja, ik denk dat daar ook met name het accent op moet leggen. Op liggen op momenten zoals vanmiddag. Echt het ontspannen. En dat ze dan ondertussen ook nog wat leren in de zin van koken. Dat is mooi meegenomen. Dat is bijvangst. Ja. Kook jij wel eens thuis? Ja. Ja? Ja. Bijna elk weekend, alleen soms niet. Maar sowieso elke woensdag op school voor koken en bakken. Ja, en dan thuis? Waarom doe je dat? Nou, omdat mijn vader en moeder het altijd druk hebben met mijn broertjes. Dus dan kook ik wel eens. Ja, en dan spring jij dus bij. Ja. En je dacht van, ik wil nog wel iets extra's leren op die workshop. Dus ik meld me aan. Ik ben hier zo gekomen, want Joyce die kwam hier op een gegeven moment bij ons thuis. En die zei dus dat ik een jonge mantelzorger was. En toen mocht ik hier dus... Ja. Ja. Wist jij dat je mantelzorger was? Nee. Het was zo gewoon allemaal dat je het allemaal deed. Ja, ik ben het vanaf jongs af aan gewend. Dus ja, ik was het gewoon gewend. Dus ik wist het in principe niet. Nee. En mijn moeder en mijn vader wisten het ook niet dat ik het was. Dus nee. Ja, zo heet dat tegenwoordig, hè? Ja, ja. En gelukkig zijn er genoeg mantelzorgers. Nou, er zijn niet genoeg mantelzorgers, maar gelukkig zijn er mantelzorgers. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Wat vind jij het leukste om te maken? Wat vind je het leukste om te koken? Iets met garnalen, want ik hou echt van garnalen. Nou. Duurt daar ook wel eens knoflook erin? Weet je dat het heel lekker is? Garnalen gebakken in knoflook? Nee, heb ik nog nooit op. Doe maar eens proberen thuis. Nou, we hebben eigenlijk al een tijdje geleden bedacht dat jonge mantelzorgers eigenlijk ook gewoon ondersteuning nodig hebben en iets leuks willen doen. Dus zijn we met Bergen-op-Zoom en Steunpunt in Woensdrecht eigenlijk allerlei activiteiten gaan organiseren. En de kookworkshops zijn daar een aantal van.
Oké, dus dit is de eerste, neem ik aan? Nee, dit is de derde. Oh, is de derde al? Ja, oh, oké. Dus jullie hebben het ook in andere gemeentes al een keer gedaan? Ja, we zijn begonnen in Woensdrecht op de VMBO daar. En daarna zijn we in Bergen op Zoom bij de Steenspeel geweest. En nu dan de derde hier op Travelijn in Steenspeel. Maar hier zijn er vandaag ook kinderen uit Bergen op Zoom en misschien Woensdrecht? Klopt, die zijn er ook bij inderdaad. En kinderen uit Steenbergen, gemeente Steenbergen uiteraard. Ja. En wat is de leeftijdsrange, noem ik het maar even? Ja, tussen de 7 en de 15. Toch al jong? Ja, die zijn zeker jong. Ja, ja. Ja. En daar zijn dus kinderen bij die noodgedwongen af en toe bij moeten springen, neem ik aan? Ja, ook. Het jonge mantelzorger zijn is eigenlijk, begint al bij het feit dat je opgroeit in een situatie waar een ouder of een kind, een broer of zusje, iets heeft, een beperking of ziekte of iets. Ja, ja. En daardoor heb jij het als kind in dat gezin al moeilijker of anders dan andere kinderen. Ja. En eigenlijk aan de hand daarvan hebben wij gezegd van we vinden dat die kinderen ook wat extra's verdienen. Okay. Het is dus niet alleen maar zorgen dat ze nog beter thuis kunnen koken, maar een stukje ontspanning. Het is juist voor de ontspanning. Het is niet bedoeld om ze dus meer thuis te laten koken. Okay. Als ze het leuk vinden is prima, maar... Maar het hoeft niet per se. Het hoeft niet per se. Nee, want er zijn erbij die al eens iets gedaan hebben thuis natuurlijk. Ja. Regelmatig koken, maar er zijn er ook die het nog nooit gedaan hebben. Nee, dat klopt. En die vinden het ook heel erg leuk om dit voor een keer mee te maken. Maar die doen dan ook vaak thuis weer andere dingen waar wij eigenlijk normaal niet bij stilstaan. Zijn er nog andere initiatieven op dat gebied dat jullie voor de jonge mantelzorger gaan doen de komende maanden? De komende periode, 9 november, is er ook een graffiti workshop in Bergen op Zoom. En daar worden ook alle jonge mantelzorgers van de Brabantse Wal op uitgenodigd als ze daaraan deel willen nemen. En we gaan ook weer even bekijken wat we in 2019 nog verder aan activiteiten kunnen gaan doen. Ja, je bent mantelzorger, hè? Daarom ben je hier. Ja, dat klopt. Ja. En dat komt omdat thuis je vader of zo, of je moeder is ziek? Of... Ja, moeder was ziek. Was ziek, ja. En dan ben jij maar bijgesprongen natuurlijk. Ja, want normaal, ja. Klopt. Kook jij ook wel eens thuis? Soms. Soms wel? Ja. Maar soep heb je nog nooit gemaakt? Nee. Nee, maar een eigen bak of zo? Of, een eigen bakken of iets dergelijks? Of nee. Ook niet? Nee. Oké. Okay. En nu zit je hier in die workshop en dan hoop je dat je nog wat erbij leert. Ja. Oké. Heerlijk. Goed bedankt.